allemaal bij dag 1 van de nieuwe weekvlog. We gaan weer beginnen met de weekvlog aan. Ik heb vandaag een leuk boekje binnengekregen, maar kijk. Ik ga dit dus proberen in mijn haar. Dus we're gonna let it see how it works. Oké, het zou dus blauw moeten worden. Ik ga dit trucje doen. Moet ik die eens in een lijn of zo? Zo. Moet ik die dichtmaken? Oké. Geen idee of ik het goed heb gedaan. Maar het is blauw. Een soort van blauw. Oké, ik krijg hem niet open. Maar ik wil meer blauw hebben. En de handen zijn ook blauw. Kan ik nog een keer proberen? Is dit blauw? Kind of pretty though. It's kind of pretty. Ik ga even mijn hand wassen, want ja. It's not pretty at all. Dit. Ik ben trouwens happy met mijn nieuwe iPhone 11. En ik heb dit in mijn haar gewassen. En ik ga hier even dat mooie boekje laten zien. En dit is mijn beautiful boek, Post Life Advice. Heb ik vandaag binnengekregen. Kijk. Voor je dan nog. Dat ga ik vanavond heel even lezen. En morgen krijg ik de rest van mijn bestaan binnen. Dus ja. Ik heb ook veel zin in. En dan ga ik naar Aken als... Nederland niet op slot gaat, maar ik ga nu weer verder music luisteren. Dus ik sluit ook bij deze. Ja, ik weet het. Ik maak laat video's. Ik ben laat begonnen. Maar ik sluit bij deze dag 1 van de weekvlog. En dan zie ik je weer bij dag 2 van de weekvlog. Bye. Hallo allemaal, welkom bij dag 2 van de weekvlog. En vandaag ga ik gewoon lekker chillen. Ik moet sowieso thuis blijven, want er komen weer pakketjes binnen. Wat ik heb besteld van de VVV-bon en zo. Dus ja, dat wordt leuk. Zo, let's go. Hij zit en ik heb een pakketje gekregen. Van Jody. En ik weet ook al, daar ligt het pakketje. Wat daarin zit. Van de schuif. Mijn zwetter. En dan is deze. Die is echt heel leuk. Kijk dan met dit icoontje erop. I love it. En ik heb mijn sweater aan. Heel klein beetje groen, maar I love it. Het staat, het past echt mooi. Gewoon ook fijn lang voor in de winter. Zo, love it. En mijn kamer is weer kerstmisproof. Kerstmis voorbij en ik heb mijn kamer zo van opgeruimd, zeg maar nieuwe in de kerstsfeer, dus ja, I'm finished that. En we gaan heel even weer naar de winkel, om wat koppelvols ook zodat ik dat niet hoef te doen, dus ja. En ik ben weer thuis en ik ga nu gewoon even chillen aan de computer. Ik heb mijn make-up eraf gehaald en ik heb dit lekker aangetrokken, mijn lekker huispakje. Verder ga ik gewoon nog Fall Guys doen waar ik nu ben, aan het doen ben. En we hebben nog net film gekeken, dus ik sluit deze dag 2 van de weekvlog. Dus ik zie je bij de 3 van de weekvlog. Bye! Hallo, welkom bij dag 3 van de weekvlog. En vandaag ga ik ook gewoon chillen.
En niet veel doen. Er kwam vandaag iemand een broek weer ophalen die verkocht is. Dus die ga ik ook heel even nu klaarleggen. En verder ga ik gewoon lekker chillen de hele dag. Weer zo, let's go. Ik heb nog pakketjes gekregen. Het zijn er vier. Ik ga met de bovenste beginnen. Mijn hoesje, oh my god, die is echt leuk. Oh my god, van Happy Case, kijk hoe leuk dit hoesje is. Echt super leuk. Ga ik dadelijk op mijn telefoon doen. Als we daar deze over maken, van deze doos. Oh. Leuk gemaakt zo'n kistje. Because you know how it's gonna be open. Oh ja. Lol. Heb ik zo'n doorzichtig hoesje, dat zie je niet zo. Nee, zo'n doorzichtig hoesje kan ik mijn eigen telefoon hoesje. Ik doe het zo. Dit is helemaal leuk. Kan ik mijn eigen hoesje maken. Dus dat is sowieso helemaal cute. Nummer 3 gaan we dit pakketje openen. Oh ja, dit is hoe heet het? Screen protector. Zeg maar voor op je telefoon. Krijg je er gratis 2 bij, dus dat was top. En dan gaan we het laatste pakketje openen. Dat is deze, daar ben ik benieuwd naar. Het zou voor in de auto een oplader zijn, dus dit is allemaal pakketjes wat ik nu heb binnengekregen. En ik ben nog op wachten op een pakketje van Shein. En ik ben weer chillen op mijn bed. Want ja, ik ben klaar met jullie. Ik heb net met mijn moeder samen pizza rondjes gesneden. Want vrijdag 31 december komt Jacqueline met mij oud en nieuw vieren. Dus dat wordt leuk. Dan gaan we pizza overdoen. Dus dat wordt gezellig. En morgen gaan we naar Aken. Dus niet. En verder heb ik alleen nog maar film gekeken. Dus ik slaap deze dag 3 van de weekvlog. Dus ik kom weer op 4 van de weekvlog. Bye. Hallo, welkom bij dag 4 van de weekvlog. Vandaag gaan we naar Aken. Dus ja, het laatste uitstapje van 2021 dan met mijn ouders. En morgen komt Jacqueline oude nieuw vieren met mij. En dan hebben we al 2022. Dus I hope that year is gonna be better. Dus ja, let's go. We zitten in de auto en we gaan nu naar de bus rijden naar Zonnevier voor richting Aken. We zijn in Aken en ik ga dit shirtje kopen, dat is leuk. En verder kan ik ook shoppen. Zo, dingen en dan heb ik niet shoppen. Zo, dat is ook echt heel leuk, dus ik ga deze nemen. En ik heb wel zo'n bruine broek gevonden, met uitenbouw. Dat is mijn teken, dat dit leuk moet zijn. Ik vind het met zo'n bouwrok, uitenbouw. Ik vind het mij denk ik niet zo staan. Het wordt dus ja van die dunne pijpjes. Dus ik ga deze denk ik niet doen. En we zitten nu bij een restaurantje hier in het hoekje. En ik ga weer die pasta nemen, want dat is gewoon lekker. En ik heb dit shirtje aan en dat is echt gewoon leuk. Ik ga deze nemen. Echt gewoon super leuk.
En ik heb deze aan, maar ik ga toch eigenlijk voor deze. En deze was ook niet zo. Ik vond hem wel leuk, maar ik wil uiteindelijk gewoon eerst één kopen. Dus ik ga eerst gewoon voor deze. Shit, verslaafd bij New Yorker. Dan zijn we bij New Yorker. Ik heb alleen dit shirtje, maar die cashier is dan koud. Echt een koude lamp. En ik heb weer goed geshopt. En we lopen zo meteen weer terug naar de bus. En het is best wel donker, maar haar ziet er toch niet uit. Zo. We zitten weer in de auto. En ik laat heel even zien wat ik allemaal gekocht heb. Als eerste heb ik deze trui gekocht. Een iced tea flesjes. Deliciosa. Dat is trouwens bij de New Yorker die trui. Deze heet Olymp en Heat. Daar heb ik dus dit Nirvana t-shirtje gekocht. En bij de Olymp heb ik dus dit leuke jasje. Met deze knopjes gekocht. Dus dit is alles wat ik heb gekocht. En I'm happy with that. En verder sluit die video af. Ik ben thuis. Ik ga gewoon chillen. Maar ik ga dadelijk nog gewoon. Ik ga lekker lumpy dals eten als we het hebben. Dus. Dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe video. Bye. Hallo allemaal. Welkom bij dag 5 van de weekvlog. Ja. En vandaag komt Jacqueline weer te wonen aan oude nieuwe vier. En vandaag is 31 december, de laatste dag van 2021. Zo ja. Verder ga ik niet veel doen, maar Jacqueline komt dus. Neem ik hier ook mee gezellig, dus let's go. En ik ben met Jacqueline. Hey. Wat chips? Kom, we pakken de ene. Oh. Het zijn groene. Groene chippies. We gaan proeven. Oh joh. Echt lekker. En we hebben de foto's gemaakt. En over 4 minuten. 5 minuten. En dan nog 3 uurtjes. En dan is het 2022. En wij gaan samen vieren. Yay. Oh ja. En zij heeft die chips vergeten op hele station. Die heeft gewoon die chips vergeten op Heerlen Station bij dat muurtje. Die chips ligt nog daar. Morgen gaan we toch naar Heerlen, toch? Gaan we kijken of die chips daar ligt. Ja. Toppie. Top. We gaan een leuk duwtje doen. Ja. Oh.
sliertje. Nog een kwartiertje en dan is het 2022. Tiertje. Jeet. Jeet. Two minutes left. Nog 1 minuut. Oh mijn god, nog 20 seconden, Jacqueline. 15, 14, 13, 12, 11, nu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, Jacqueline, kom hier. Woep, gelukkig nieuwjaar. Met Jacqueline en mogen ze blijven weer slapen. Eigenlijk vandaag. Het is geen mogen meer vandaag. Vandaag bedoel ik, gaan we ook weer naar Heerlen in principe, toch? Ja. Dus ik sluit deze vlog af en ik zie jullie weer bij een nieuwe vlog. Yay! Doei doei! Peace! Hallo allemaal, welkom bij de dag. Ik zat voor een week vroeg en ik ben hier met Spook. Spook nummer 2. En gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. We gaan vandaag naar Heerlen en we gaan nog met de trein waarschijnlijk ergens foto's maken. Maar look out. Oh, nee, we gaan naar Valkenburg. Kunnen we ook met de bus doen. Dus niet. En we gaan op Heerlen kijken of we de shit nog tegenkomen. Dus we gaan weer met de bus naar Heerlen. Yay, peace. Yay, peace. En het zou leuk zijn als Happy aan het tegenkomen, want die is verloren. Ja. We zitten in de bus naar Heerlen om te kijken of de chips er nog ligt. Ja. Want zij dus gisteren heeft vergeten. We gaan hem niet meenemen, maar ik wil ook kijken of de chips er nog ligt. Dan is er iemand. De volgende halte is. Ja. Maar ik ga kijken of die daar, we gaan kijken of die daar ligt. Ik ga lachen als hij er nog ligt, maar dan ga ik het filmen. Jeet. Peace, man. Waarom doe ik altijd vies? Nou, we zijn op Heerlen. Daar ligt een zakje. We gaan nu naar Valkenburg voor foto's te maken met zakken. Ik heb een mondkapje. Je zit een mondkapje te zoeken. Waar is die dan? Zeg gewoon, je moet dat niet eens. Dat is bij jou, echt letterlijk bij jou. Wat? Ik film het nu.
We zijn in Valkenburg voor foto's te maken. Yay. En we zitten op het treinstation in Valkenburg. Valkenburg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, langzamer. 3, 2,5, 2, 1, 0. Peace, peace. In de trein. En we zitten hier op de museum. En we gaan proberen om in de bus te kunnen blijven zitten als die op 999 staat. De buschauffeur had ons gezien, maar we blijven alsnog hier zitten. Misschien vergeet ik. De volgende halteweg is de Honigmanstraat. Nou, wat hebben wij dus net gedaan? Lekker ijs gegeten. Mijn ijsje is al op. Die is een prullenbak. Zakkenleden is ook bezig met het ijsje. En we zitten dus zonder jasje. Wij doen alsof het gewoon lekker zomer is. Maar het is in principe winter. Gewoon lekker zonder jasje. Want het is best wel lekker weer. Dus ja, waarom niet lekker ijs eten van de New York pizza? Want die zijn wel vandaag op nieuwjaarsdag. En dan hebben we weer over ongeveer een kwartiertje. Nog niet eens, dus 20 minuten ongeveer. De bus naar huis. Peace. En ik heb zo'n kleine officiële station. Ik weet niet, we moesten een half uur wachten. Dus heb ik de planning meegedeeld en ik zit nu alleen in de bus naar huis. En het was super gezellig. En ik ben een uur later thuis, want de bus die ik dus net had terug naar huis. In principe, die kwam maar tot Parkstad en die ging niet door naar Sicilië-Gracht, want de dienst was voorbij. Toen kreeg ik een beetje paniek. Ik kwam niet naar huis. Want die vrouw zei dat dit de eindhalte is. Dus ik bleef gewoon zitten, weet je wel. Alsof het gewoon normaal is, weet je wel. Omdat ik dacht dat hij naar Sicilië-Gracht ging. En zegt ze van, ik rijd niet meer verder. Ik zeg, shit, ik zeg, zo rijdt u hard, dan waarom dus nog naar Sicilië-Gracht? En zat ze met haar, zegt ze van, ja, ik zeg zo, ik heb gekeken op 92. De rest omdat hij gewoon dus naar mijn bushalte zou rijden. En dan zei ze van, oh ja, daar moet je vooral niet op kijken. Dus oké, daar kijk ik dus ook niet op. En toen ging zij heel even kijken, maar ja, lijn 2 ging dus weg, zei ze. Want anders kon ik, weet je wel, was ik wel weer op tijd thuis en kon ik lijn 5 halen. En was ik gewoon op hetzelfde tijd volgens mij thuis. En dan zegt ze van, weet je wat, ik neem je mee naar Heerlen. En mocht ik daar uit gaan stappen. Maar ja, weet je, 9-9 de buitendienst is heeft ze de licht uitgemaakt. Zeg ze, oh, maak me niet uit. Heb ik even met haar gepraat. Heeft ze me per station afgezet. En dan ben ik met lijn 5 teruggegaan, waar ik ook een aardig beschrijf, die ken ik. Heb ik met haar ook gepraat. En dan zegt iets van, jongen. Maar ik kreeg echt gewoon paniek in die bus. Dus ik voel me ook echt geschrokken, want ze zou normaal echt meteen naar de garage gaan. Maar voor mij ging ze echt zo naar Heerlen. Dus ik zei, oh mijn god, super bedankt. Echt helemaal bedankt. Kreeg gewoon heel even echt pony. Dus voor mij maakt niet uit, kan iedereen gebeuren. Maar ja, that's the story from today. Maar was het dus, ben ik gewoon een uurtje later thuis gekomen. Jee, gezellig. Dus ik sluit het, maar ja, morgen ga ik mijn pakketje waarschijnlijk ophalen, want het zou beter goed open zijn, dus ik sluit bij deze. Dag, 6 van de week voor de zieke, maar weer 6 bij dag 7 van de week. Dag. Bye. Hallo allemaal, welkom bij dag 7 van de week vlog aan. Vandaag ga ik niet veel doen, we gaan zo meteen even naar de winkel en mijn pakketje ophalen. Daarom ga ik mee, want ik moet mijn pakketje van de Shein ophalen en zo. En ik heb dit bijna full in white. Zo ja. En ik krijg mijn joggingpakken binnen, dus let's go. En ik heb bij het café deze oogschaduw gekocht. Want mijn goud is bijna op, maar hier zit de kleur die ik nog meer gebruik. Dus ja. En ik ga nu mijn pakketje van Shein openen. Ik heb het ook hier gewoon. Chocolate. Fantastisch.
Dit is gewoon de broek. De zwarte broek. En dan met deze trui. En dan komt een hele leuke. En hier is het bruin. En dan heb ik dus gewoon een bruine broek. En gewoon een bruine trui. Moet je ook niet pakken. Verder ga ik gewoon chillen en zo. Dus ik sluit bij deze ook de weekvlog af. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik je weer bij een nieuwe video. Bye!